Als je nadenkt over de toekomst, hebben mensen vaak een stip aan de horizon. Ja. Jij hebt die ook vast. Wat is die stip aan de horizon voor Saxio? Eén stip is waar we is de komende tijd, of deze week al, hè, dat Saxion open mag. Maar ja, dat de studenten weer naar de gebouwen kunnen is natuurlijk fantastisch, want dat is waar je het voor doet. Het was fantastisch vanavond. Saxion was op haar best. Ik heb enorme diversiteit gezien vandaag. Zelfs de jongste artiest was geweldig. Waar ik zelf heel intensief mee bezig ben, is dat onze man-vrouw balans erg slecht is. We hebben heel weinig vrouwen in de techniek. Daar werken we keihard aan om dat te verbeteren. En de diversiteit die ik bij Saxion zie, die wil ik ook graag in ons bedrijf terugzien. Deze avond was voor het eerst voor mij dat ik mag presenteren. Ik vond het super spannend. Het is eigenlijk heel anders dan het vloggen wat ik zelf normaal aan het doen ben. Maar ik vond het een super toffe ervaring. Dus voor iedereen is het nieuw, is het wennen. Ik denk dat daar een hele mooie taak ligt voor roostering, hè, om het allemaal mooi passend te maken. Als ik met mijn collega's erover spreek, ja, wij zien het echt als een uitdaging en wij hebben daar heel veel zin in. Wij zien het niet als een recht om thuis te werken en ook niet als een plicht. Het is een optie. En daar moet je met verstand mee omgaan en in overleg, waarschijnlijk met je gezin, en ook met je werksituatie kijken wat mogelijk is. Het meest interessante wat ik vandaag heb gehoord is de oproep van de twee bedrijven die aanwezig waren om nog intensiever met elkaar samen te werken in de regio. En ook dat ze zoveel waarde hechten aan de samenwerking met Saxion en dat ze al heel erg waarderen. Die waardevolle ontmoeting, die betekenisvolle ontmoeting, dus in een werkcollege, in een project, ook dat is iets waar je echt voor naar de school wil komen. Want dat is wat je doet, mensen bij elkaar brengen. Ik hoop vooral op die onverwachte uitdagingen die af en toe op de loer liggen en die mij gaan overvallen. Geniet ervan. Heel belangrijk. Timo? Nou, laten we er samen een topjaar van maken.